U heeft onlangs wethouder van Milieu, Eugène van Mierlo, uitgenodigd om met u mee te gaan. Ja, ja. Wat was de aanleiding of wat is de reden geweest? Nou, ik wou hem graag eens een keer laten zien wat er in zo'n park allemaal verbeterd kan worden. En hij gaat helaas alleen maar over het vuil, maar ik doe ook natuurlijk de beplanting zelf en dat soort zaken meer. Maar ja, dat is helaas een andere wethouder, begrijp ik. Hoe lang ruimen jullie al op? Nou, ik denk dat ik het toch zeker een jaar of vijf doe. Dat... Is het niet langer? Misschien wel langer, ja. Ik heb het niet bijgehouden, moet ik zeggen. Ik ben geïnspireerd door iemand van het plantsoendienst, Henk Jansen. Die is jaren geleden met pensioen gegaan. Dat was de enige man van plantsoendienst die ik af en toe met zo'n ding zag rondlopen. Maar het was natuurlijk te veel voor hem. En die heeft mij eigenlijk overgehaald om het ook te doen. De vraag is natuurlijk wat jullie zoal tegenkomen. Nou, wij kennen alle biermerken hier, maar ook veel energiedrankjes. De laatste tijd ontzettend veel mondkapjes, zomers condooms, dus noem het maar op. Het is, alles vind je hier wel. Zakjes van verdovende middelen, vuile luier, telefoon, van alles kom je tegen. Nou, komt die rommel zomaar niet in dit mooie park te liggen? Nee. Mensen die zijn niet zo best opgevoed natuurlijk, denk ik. En onvoldoende mogelijkheden van vuilnisbak. Ik bedoel, dit is de meest populaire bank. Daar staat geen vuilnisbak. Dus daar vind ik altijd de grootste hoeveelheid troep. Daar zouden ze dus iets aan moeten doen natuurlijk. En de wethouder die wou dat ook wel. Ik heb hem erop gewezen. Maar ja, de snelheid is toch niet helemaal wat het moet zijn. Het opruimen van zwerfafval is dus niet alleen aan jongeren voorbehouden, maar de oudjes prikken nog best. Nou, ik denk dat alleen de oudjes prikken. Ik heb geen jongeren gezien die prikken, hoor. Maar het is een gezonde bezigheid. Ik bedoel, op leeftijd moet je elke dag eventjes een beetje bewegen. Nou, waarom neem je niet zo'n prikstok mee? Want elders in deze wijk is nog een geweldige troep, hoor. Ja. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Ja.